Nou, Leen, hier zit ik dan. Ik heb eens een keer jou ontmoet en kijk een vraagje over door. Wat heb jij daar altijd gemokt in huis, hè? Jij zit echt een oude huis hoor. Ik kom van Herp eigenlijk. En wat zijn die mensen, kijk, die je toch, heel de jeugd. Ja, als hier in huis geboren natuurlijk. Ja. Lange school. Ja, ik ben hier geboren en getogen in een huisje. Ja. Ik ben geboren in de Putterstraat. En daarnaast het kerkje, het Lutherse kerkje. Dan een klop woont op. Ja, ja. En toen zijn we verhuisd naar de Drie Putterstraat. De? Drie Top Putterstraat. Oh ja, dan ja. Dan naar de Flitzaal. Nou, daar heb ik dan grotendeels met mijn jeugd verder doorgemaakt. Kan je met jou gepraat, want ik kan, ik ben niet doof. Oh, ja, en later ook naar school gegaan natuurlijk van die tijd uit, van de Drie Putten. Ja, ja, later school, maar was hier nou vergezet onderwijs? Was er niet in? Nee, die was niet anders dan toen de tijd te lang. Ja, ja. Onder de van daar de Huskes gaat ook een katholieke school. Hij moest toen naar een Walshof. En even de Mulo, dat was toen Mulo met zijn mannetje. Ja, in de Wolvenhoek. En daar ben ik ook nog een paar jaar naartoe geweest. Ja. Ja, het vrouw, want ik ben ook, ik moest van Herp uit ook naar een bosschool op de fiets toen. Ja, 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 ja. En dat was in de Wolvenhoek, dat was bij de fraters. Ja, ja. Ze hebben mij niet aangerokt, dus. Ik wil even, het is. Maar daar heb ik geen opleiding gehad. En toen, ja, dan ben ik, ja, als jongeman hier in huis. Toen, ja, even een sprong te maken van later van school af. Ja. De oorlog. Ja. Ik heb eerst nog, na de schooltijd heb ik nog een paar baantjes laten aan die. Ik ben op bekijkstrijd geweest als kapper. Dat weet ik, ja. Dat weet ik nog wel. En met een vreselijke Nederland gevangen. Ja. Ik kon het niet meer terugzien. Ja. Nou, toen de jaren bleven stijgen, de oorlog kwam. En onderduiken. Ja. Ik had mijn koffers al staan voor naar het buitenland te vertrekken. En, nou, hoezo? Want immigreren? Ik ging niet. Ik kijk er om naar Duitsland te gaan. Ah. Die bleef thuisjes. En toen ben ik ondergedoken. Maar ja, het onderduiken, daar hield natuurlijk consequenties in. Ja, ja, ja. Op bomkanten, levensmiddelen hadden we erin gehouden. Je kreeg niks meer. En je moest toch gewoon, maar allemaal nog thuis met 6 of 7. Je moest toch aan de kost blijven komen. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo gek moeilijk toen die tijd, want toen gingen we stelen. He, toen gingen we de koren die stonden in de velden, daar gingen we naartoe. Mijn zuster die stond op een afstand en ik sneed de koren af en mijn vader mijn brood bakken. Dus dat was geen probleem. Ja, ja, ja. Maar je waren net een opgejouwde hond. Dan sliep ik hier en dan sliepen we daar en dan waren we hier en dan waren we daar. Je waren nergens veilig. Je moest zorgen dat mag die ook binnen zijn, vindt jij misschien ook nog wel. En toen was ook nog een beetje link, toen had ik hier toch wel een mesje op zijn midden met schuivelde toen. En ik weet, mijn familie, weet jij dat nog? In de Herpjesstraat. In het huis van jou gewoond, daarnaast. Ja? Die hebben het huis naast jullie gewoond. Oh ja, ja. Familie. Ja. Oh. Nou, toen moesten we zelfs om 8 uur binnen zijn, want dan waren we te laat om binnen te zijn. En ik kwam de mof van al tegen in het wagentje om richting mijn. Maar ik had geen papieren. Nou, toen ben ik als een razende gekke de molenstad opgehold. Want het schreef mijn jeep. En toen ben ik naar huis gewoon gevlucht en op de zolder gekropen en weggekropen. En er waren allemaal toestanden die gewoon net een opgejaagde hond. Ja, want ik heb je verteld, ik weet daar natuurlijk iets minder van, want ik ben niet zouder als ik. Wel ben nou? Ik ben nou op het moment 89. Maar ja, moet eens kijken, 83. Het scheelt dan in ieder geval 6 jaar. Ja, ja, ja. Dus toen, met een oorlog verhaal, toen de oorlog begon, in 1940, ik was 28 geboren, dus was ik net, ja, net nog niet van school af, zeg maar, hè? 12, 13 jaar. Toen ga je al een jonge man wat eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. En ik heb Joost Schutte gehad, toen met die evacuatie, toen zei hij, hoe geef ik weer, toch, hè?
Ja, moest toen naar... moest je in december 44 zijn we hier weer terug. Ja, toen moesten we allemaal uit, ja. Ja. Dus die zijn we nog bijna naar het bos gegaan. Ja. Ik had een zuster in het bos gewonnen. En ja, dan liep ik maar een beetje rond te scharrelen, hè. Ja, geen werk. Had niks, hè. Ja. Dus ik liep door de stad heen, door de bos heen. Toen zag ik in de oven ook dan. En wordt dus dan oorlogsvrijwilligers gevraagd. Oh ja, dat konden wij gaan melden, ja. Ja. Ik zeg, weet je wat, dat ga ik doen, want de kappersbandje, daar spuugde ik van, hè. Ja. En, nou, toen heb ik mijn eigen dag gemeld als oorlogsverwilliger, met tegenzin van thuis, maar ja, zie wel, ik... Wat dacht je, ik zou die Duitsers zijn poepje laten houden? Ja, maar ik denk dat meer op avontuur was, denk ik, toen. Ja, ja, ik, ja, ja. Ik was zo'n 24 jaar, en dat denk ik toen, maar dat weet je... Maar ja, ik was niet per se soldaatje spullen, maar... Ja, ik heb er altijd meer toch wel een beetje van uniform gehouden. Oh ja, misschien kijk, een jonge vent. Ja. Dus wij werden toen, ik meldde me alleen kort daarna, dat was nog in december nog. Ik heb een doormond. En werden aan de vrachtwagens gezet, vanuit de Rovenhoek uit. Regio Holland uit. Allemaal de gebieden die vrij waren. Nou, die zijn we via Oostende, België, zijn we overgestoken naar Engeland, naar Londen. En we hebben nog een deur gereisd naar Schotland, waar ik een 3 maandjes, 4 maandjes op militair opleiding heb gekregen. De opleiding heel, ja. heel zwaar. Ja. Nou, de opleiding was achter de rug. En we waren uitbestemd voor de bezetting van Japan. Dat was het uiteindelijke doel. Nou, toen werden we dan van Schotland zijn we overgebracht via Sugentum met de Queen Elizabeth nummer 1. Er zaten al duizenden mensen aan boord. Ja. Wij hebben er nog vanuit Europa nog enkele honderden, misschien wel duizenden, zwaargewonden aan boord gedragen. Maar die gingen naar huis. Ja. En dat was, nou, dan moeten de ogen maar dichtknijpen dat ze eruit zagen. Zonder benen, blind, zonder oren. Alles wat om het lichaam was, onmachtig. Nou, toen kwamen wij na een dag of 10. Maar toen jullie in Amerika zaten, toen waren de Duitsers nog niet weg hier. Nee. Heel de dag wel eens iets. Nee, de oorlog was een volle gang. Hoe dat hier ging, wat er uitzet in Noord, hebben ze natuurlijk veel geleden opgehaald. Kijk, in die toestand hebben wij niet meer meegemaakt. Want wij zaten ongeveer op de half wegen de oceaan. Dat we s'nachts een oproep kregen, een noodoproep kregen, maar dan waren we allemaal wetten, want we werden achtervolgd door Duitse duikboot. Nou, dat stonden we dan, de remvestje dan ligt erop, en zo aan de rand van de heling, en dan wachten we maar tot de dingen die komen zouden gaan. Hè. Nou, dat is gelukkig goed afgelopen. En ik weet niet wat verder is gebeurd, maar we hebben er verder zelfs maar gehad. Totdat we niet wilden gaan kwamen. Een lange dienst zitten. We hebben 10 dagen gevangen op de oceaan. Ja. Van het Sugentum naar. En allemaal zigzag, hè? Ja. Je eet er wel met de mijn niet te lang, hè? Dus des te langer duurde de tijd dat je er waard, hè? Ja. Dat scheelde een dag of anderhalf, hè? Allemaal zigzag voor. Ja. Voor de mijn niet te lang. We mogen ook geen blitsjes op boord gooien, geen papieren op boord gooien. Ik had een hele levensloop gemoet. Die moesten we vernietigen. Wat mocht er soms wat gebeuren, dan zouden de Duitsers precies weten de route. Oh ja. En dat waren allemaal die enden van vroeger tanden, ja. En toen ben je toch weer teruggekomen? Nou, toen heb ik eerst in Amerika ook nog een opleiding gehad. We werden daar ontvangen. Omdat wij vanuit het bezet gebied kwamen, kregen we extra broodjes en koffie en alles konden we krijgen. We werden echt vertroeteld. Tot toen natuurlijk in Amerika ook weer de 3-4 maandelijkse opleiding kregen voor Japan. En in die tijd dat wij er zaten, capituleerde een Duitser. En toen hebben we teruggezien naar Holland. En nou verder? En toen we daar naar Holland kwamen, ja, toen had ik ook weinig zin om terug te gaan. Ik kreeg er een echtkeuring weer. En dat ging ook in die deur. Toen heb ik weer naar Holland mijn kost moeten zoeken. En dat viel in het begin ook niet mee. Dat viel in het begin ook niet mee om een baantje te zoeken. En uiteindelijk kwam ik terecht bij
Maar altijd allemaal maar administratieve bij de bank van, een particuliere bank van Timmermans in Walwijk. Oh ja, ja, ja. Nou, daar ben ik dan een jaar of zes. Ja, wat eigenlijk een bank, dat is verzekering en bank. Ja, ja. Nou, daar ben ik een jaar of zeven geweest. Toen werden wij, toen was die fusie die kwam al in opgang. Toen werden we overgenomen door de Amsterdamse bank. Toen, oh ja, ja. En dan ook is. Het is een aanbod. Nou, daar ben ik een jaar of tien geweest. En toen ben ik ook daar weer weggegaan. Toen ben ik naar Delta Rood gegaan, dat nog is. Maar toen was het allemaal zo, dat kon een 1000 of 2000 gulden per jaar meer verdienen. En dan ging er weg, hè. Ja, ja. Nou ging het niet meer voor 2000 euro per jaar, maar dat niet meer, hè. Nou, daar heb ik dan mijn revenue van. Je hebt ook gesolliciteerd toen voor de Rabo. Of het boerenlimbaan was toen, hè. Weet jij dat? Ja, dat weet ik, ja. Ik heb toen gesolliciteerd dat ze in een buis zat. Ja, want toen is Jan Vroeger geworden, ja. Ja. Ik heb toen gesolliciteerd aan boerenlimbaan. Ja. Ik had een jaar of 10, 12, 15 banken voor me. Ik had me niet hoog gehouden. Maar nee, dat is me niet gelukt. Ja. Nee. En jouw politiek gebeuren hier in Heusel, is dat ook, ja, gewerkt heel lang, of niet? Ja, ik heb 34 jaar in de steden. Ja. Was in 62. Ja. Even kijken hoor. Was in 62. Toen kwam aan de deur bij mij of ik in de politiek wou beginnen. Tekjonker. Kende die dat? Tekjonker? Ja. Hij is directeur geweest van Rotterdam hier zo. Van de? Van de Rotterdam. Oh ja, ja, ja. Kijk, die zat in. Ach ja, ja, nou, hij is toen naar Rotterdam verhuisd, hè? Ja, ja, ja. Die kwam bij mij in de deur of ik mee wilde doen met de gemeente. Nou, je hebt er ook voor met de voetbalclub te maken, ja. Ja, ja, ja. Of ik mee in de politiek wil. Ik zeg, nou, dat je verzin hebt tegen de vrouw. Die heeft een deurslag gegeven. Doet dat nou, dan is weer eens wat anders. Ja. Nou, dan ben ik in de politiek gekomen en ja, dan heb ik dan een jaar of vier met de volgehouden. Met allerlei tegenslagen van dien en ik heb een tiental commissies gehad, een bijstand, woning, een beetje staat, nou, financiën, ik heb er zoveel gehad. Ik heb het alleen, ja, want er zijn ook mensen die wisten goed wel alleen zwemmers wonen voort, hè. Want daar is toch een brief geschreven hoe ze of iets dergelijks, naar een of ander, alleen doet het wel even. Ja. Dat doet privé dan ook wel, hè? Nog, ja, ja, ja. Ik heb ook dank betuigen van Leon en Leon van Mark Rutte. En ik heb ze een balken ik heb ze, maar ook natuurlijk niet alleen op verkoopte huizen. Maar dat vloeit eigenlijk uit het wegen. Echt heel, maar echt kondig gezind, hè? Of, ja, dat was Want, ja, maar het durven om dan naartoe te schuiven of iets dergelijks, dat doen ze zo niet. Nee, heel weinig doen ze dat. Maar ja, met die brutaliteit, ik had dat toch een beetje uiteindelijk van. Nee, ik schrijf gerust, ik heb ze gehad, nationaliteiten, van Noorwegen, Zweden, Jordanië. Dat zijn ik allemaal maar gewone mensen. België, Luxemburg. Ik heb het allemaal. De gekste uit de gekste. Ook persoonlijke brieven van de Koningin van Jordanië, de goede mensen dood. Monaco niet te vergeten. Ja. Krijg je nog persoonlijk van hun? Persoonlijk bericht. Ja, ja. Allemaal persoonlijk bericht. Want die toch dan loopt allemaal via secretaressen. Persoonlijk, die schrijven er persoonlijk aan. Ja. Ook telegrammen kreeg ik van uit Jordanië en uit. Ja. En persoonlijke brieven van Pieter van Vollenhoven heb ik gekregen. Ja. Ja, ik heb allemaal persoonlijke brieven, ook van de kinderen, van alle prinsessen toen ze 4, 5, 6 jaar waren, kregen een dankbetuigingsje voor de kinderen, bosje, beepje, die, hè, dan kregen ze een boomke erbij, of een aapje, of een hondje, of een zo jong waren die kinderen, die waren ook dat schreven. Ik ken een mooie foto van jou, die ken ik, toen de koningin hier in Heusden kwam, hier op het stadhuis, en er stond de koningin hier, en wie stond daar recht voor? Lees Lammers. Ik zal nooit vergeten, was er toen in eerste instantie vroeg mij, hè. Toen heet staatssecretaris Schaefer,
Weet je, van de PvdA, die kwam hier en die opende de woning in de Pieken, zou ik maar zeggen. Daar, nou ja, ja. Daar tegenover, ja. Die woning, daar mijn het wakker gewoond deed en die opende toen Schever. En toen vroeg, koningin aan mij of die woning wel betaalbaar was. Zeg, dat vond ik wel knap, hè? Ja. Dat zijn de vroeger. Of die woningen betaalbaar waren, de Zeeuwse burger, hè? Ja, dat vergeet ik nog wat, denk ik. En jongens, zo heb ik met allerlei figuren hier kennis gemaakt, om zoals aan de koningin. En, ja, het is... Maar nou, had het toch gehad een beetje terugschoven, is niet heel dat die hobby's wat gaat. Ja, de hobby's ben ik gezien met mijn leeftijd, heb ik toch gas teruggedaan. Ja, ik vind toch wel, ja, als je 89. Ja, ik zit op de handje, ik zit ook nog een paar maanden, ben ik 90 hoor. Ja. En ik word dit jaar nog. En, ja. Ja, maar ik heb, kom ik een cadeau brengen als je 90 wordt. Ja, niet veel. Van de zozeer. Ja. Maar weet je, die animo die ik heb gehad, die net in de moorden al, hè, ja. Die sluipt gewoon weg zonder dat te ergeren. Want ik betrap me eigenlijk wel eens dat ik zeg, nou doe ik dat nou ook weer niet. Ik zeg, dat doe ik, nee, dat doe ik niet. Ja. Nee, en hij sluipt erin zonder dat te ergeren. Ja, ja, ja. Maar ja, dan begint de animo erop op de zak. Ja. Ja, dan zeg ik toch wel dan. De dingen, ik schrijf ik nog. Weet, he? Ik schrijf nog graag. Ja. Dat doe ik nog graag. Ja. In de pijnkleven doe ik nog graag. Dat is nog niet af. Nee, nee, je moet het. Het is echt zoet, hè? Dit is, ja, ik heb nog wel. Want als je nou niks bedoelt, toch al die even in de raam zitten. Ja. En maar je hebt ook een tijd, hè, Rob? Je gaat hem fotograferen. Ja, ik heb woorden. Ja, dus hebben jou wel eens op hoe rug op de wal zien liggen, denk ik. Ik heb schitterende foto's van ons wolken gedekt. Ja, ja. Ik heb ze nog. Ik heb ze, dat is ook afgelopen. Ja, wat heb ik? Ik heb ze naar de beeld gestuurd. Ja. En daar liep je ze over. Ja, je bent eigenlijk van alle maten thuis, zeggen ze wel eens wat. In ja, wezen. Ja, ik heb hier. Ja, moet wel interesseren natuurlijk. Want, ik heb er heel veel genomen. Ik, ja. Daarvoor zeg ik dan, je hoeft daar niet te vervelen. Ja. Als je eigenlijk verveelt, dan moet je dingen doen dat je zegt, ja, dat is niet, ik heb het wel eens gehad, toen was ik boven mijn badcel om te bouwen, en een hele nieuwe bedekels erin, en mijn planten en witte dingen, en ik zeg, weet je wat, ik ga eens een gekke zeker toch. Dus ik heb een A4 gepakt, de foto's gezet, twee pas zo mijn vrouw voor mij, opgeplakt. Ik heb een hele bescheiden gemont op de A4'tje, hè, in een plastic map gedaan, en toen achter die tekentjes geschoven naar huis. Er zat een opening tussen, dus je gaat een afslag springen, ja. En werd dan wat latjes tegenaan geslagen, en toen kwam die plant tegenaan. O, ja, en ondertussen ja. Hebben we hier een plastic envelop laten zakken, en die ligt er daar nog. Ja. Ik zeg, misschien over 50 jaar als ik dood ben en niet meer ben, en een huis wordt afgebroken, dan zie je licht iets terug wie die ooit iemand gewoond heeft. Ja, zo zulke dingen die houden dan wel uit. En ja, het, maar dat wordt echt vervelend. Nee, ik heb mij nog verveeld. Nee, ik zei over dat toen kan ik hier van toe. Maar het is. Ik ken jou wel hoor, maar niet. Niet die boze dingen die ik uithaal. Ja. Maar het is een heel leven eigenlijk. Eigenlijk heb je een heel levensloop verteld tegen mij. Die... Ja, maar dat is. Ja, behalve hebben we het nou niet over huwelijk gehad, maar ze zullen het niet over hebben. En dan zullen we straks zien en zeggen: ja, wat ik denk, ben ik tevreden. Doe het even, dat is zo. Maar ja, er zijn veel dingen zoals ik heb. Ik heb er jaren 10 dan gezeten bij Creatief Noord 60 in Leiden. En dan heb je gezien. En, de kappenspullen waren toen nu, zo wat bij jij Zwijts, niet? Ja. Ja, ja. Nee, daar had ik het echt niet ontdekt. Nee, dat was jou, niet jouw. Nee, dat was mijn vak niet. Puur negen. Ja. En dan ging de werk ook voor de gulden in de week. Hè. Ja. Het was morgen zacht, de zorgen zacht. Hè. Ja. Voor de gulden. En ik kon thuis de dag even ook. Ja. Maar, dus dan had ik gezien. Nee, echt. Dus, toen ik echt met mijn eigen weg gekozen. Ja. Ik voelde toch veel meer voor het administratief. Ja.
Nou, dat beviel de bankwerk beter. Het, Dat was echt mijn. Daar ging ik met lied en plezier naartoe. Ja. En ik heb er nog wel bal bij het plezier van. Ja. Ja. Nou, is ook wel. Ik heb ook meer mee mensen te maken. Ja, met knippen ook wel natuurlijk. Ja, maar, ja nee, dat zit me helemaal niet aan. Ik was echt van de. Ik vond alternatief altijd. Ik had wel eens dat je een account had en er stond wel wat advertentie in, dan moest je iets invullen. Zat ik altijd die dingen moeten vullen. Ja, dus de pen merk in me altijd wel gelegen. Ja, ja, maar ja, iedereen is een vak hoor. Dus, dat is nog niet hetzelfde. Nou, toen zijn we dan. Wanneer zijn we getrouwd? In 48. In 48 zijn we getrouwd, ja. En, ja, en we zitten nog 63 jaar nog bij elkaar. Ja. Dat is ook een unieke man. Ja. Dat is ook een lintje woord. Ja. Ja. Ja, tegenwoordig wel. Ja. Ja. Ik weet weinig meer te vragen dan jou. Ja, ja, ja. Dat is het. Ja. Dat is de, dat ik, ja, ik dacht, wilt u wel iets tegen mij vertellen? Want ik ben van jou, de wereld vreemde man. Nou, ja, we kennen elkaar al een jaar, maar daar wel niet, maar ja. Maar dat is een... Nee, ik wil toch bedanken dat je toch een beetje ik voor jou de hand opengegooid hebt voor mij. Ja, ik vond jou toch wel een beetje de uitgesproken figuur. Ik ben heus en al, en ik weet overal van. En, ik, het is, en de meeste heus en al zijn niet meer. Nee, ik was wel benieuwd een beetje naar de mens Linslaan, was toch wel... Ja, ja, ja. En dan werd een heel eind... Een mythe met een doopzeer gericht, zo met een tasje mier. Ja, ik vergeet altijd dingen natuurlijk. De nieuwsgierigheid is wel een beetje bevredigd nou. Hé? Want de vrouw bij ons af, wat doet hij daar maar voor? Hè? Maar zij puur mensen te helpen. Ik zeg, ja, zet hem neer. Ja, je hebt openstaan voor iedereen. Dat is ook een mooi werk hoor. Ja, ik heb... Daar veel mee op geld, dat weet ik wel. Ik heb veel gedaan op het sociaal terrein ook. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik werd dan ook onderscheiden, maar dat ben jij ook. Ik heb ook de medaille van verdiensten. Ja. Ja. Die heb ik ook. En, ik heb ook een paar koninklijke onderscheidingen. Misschien jij dan, jouw vrouw ook trouwens. Ik heb dan dat moet ik al aan te geven, want ik heb er eerder met mijn vrouw ook. Ja. Het is natuurlijk een teken dat je... wat voor een ander doet, hè? Dat, want je krijgt het niet zomaar. Het is, ik heb dat toch een ander gedaan. Ja, daarom krijg ik die wel verdiensten. Ik heb bijvoorbeeld een Hensbeker. Ik weet niet of je die kent. Nee? Een Hensbeker. Oh, dat weet ik niet. Die heb ik ook gekregen in de gemeente. En je dan het ook te vieren. Ja. Ik heb. Eigenlijk niks meer te vragen. Ik denk dat we voldoende. Bedankt. Graag gedaan. Ik ben blij dat je er voor bent. En we zien elkaar straks nog wat terug op het schermpje, denk ik. Ja.